Oké, nou zullen we maar eens van start gaan. Ik ben Paul. En ik ben Michael. En samen maken we Youngtimers de podcast. We hebben te maken met een collaboratie. Oh jee. Er zijn meer mensen dan wij in een ruimte. Ja, we zijn met z'n vijven. Ja, we hebben de heren van Powerslide, de podcast, ook naast ons zitten. Ja. Ja, dus het is ook een beetje onze podcast vanavond. Ja, de heren van de Powerslide podcast zouden kunnen zeggen, we hebben de heren van de Youngtimers de podcast naast ons zitten. Want eigenlijk hebben jullie te gast hier in onze suite hier. Ja, wij zitten in jullie mancave. Mancave. Zo kan je het wel noemen. Mm-hmm. Wel. People Cave. Ja, NVX. Met een ensemble aan mooie vehicles. Ja, wel, ik zie hier een NSX. Goed geraden. Een S8. Een E30. Ja. Niet technoviolet, maar die ander. Julia. Oh, Daytona violet. Ja, inderdaad. Ja. Het was een 325 ooit en nu is het... 316 was het ooit. Het was een 316. 316 Edition en nu is het een E30 M3 Touring, M3 panelen en een 328 licht erin. Heel dik. En ik zie nog een K75. Dat klopt. Nog een motor. Die staat ergens verstopt. Die zien we niet op het scherm. Nee. Oké. Okay. Dit is een betere opnameplek dan bij mij op de bank. Weet ik niet. De minder comfortabel, hangt er wel lekker bij jou. Ja, dat, ja, we hebben een kat on the side, wijn. Oh, maar die kunnen we hier ook. Ja, je mist de wijn hier. Een kat? Ja. Loop je ook rond. Er lopen er een paar katten. Geen wijn. Precies tapijt inderdaad. Ja, maar we zitten hier samen. We hebben allemaal, of we hebben alle twee groepen, hoe gaan we dit benoemen? De twee podcasts hebben een bepaalde following. Mm-hmm. We hadden het net al achter de schermen, hadden we het erover dat we elkaar niet echt in de weg zitten. Jullie hebben een andere doelgroep dan wij. Wij zijn benieuwd naar wat jullie allemaal bezighoudt en hoe jullie de podcast opnemen en welke onderwerpen jullie hanteren, et cetera. En ik denk dat dat voor jullie ook geldt. Dat jullie zeker. Een beetje bij ons in de keuken willen kijken. 100%. Ja, en misschien wel leuk om even te vertellen hoe we elkaar kennen. Want dat was op de Collecting Cars, Cars and Coffee. Ja, dat klopt. In april was dat. Ja, daar stond ik met mijn Alpha Spider en ineens waren er twee mannen... wat waren jullie ook weer aan het filmen in mijn auto? Wij waren alle knopjes in je middenconsole aan het filmen. Ja, dat is een random moment om... Erg fascinerend. Ja. We sloegen goed aan op jouw Spider, want ik vond hem wel opvallen tussen alle supercars die ons niet interesseren. Ja. Ja. Het was gewoon een... mooi ding om naar te kijken. Ja. Toen dachten we gaan een reel opnemen. Ja. En we hebben nooit gebruikt. Nee, ik durfde niet meer. Ik heb hem niet voorbij zien komen. Inderdaad. En daar staat weer tegenover dat ik gefascineerd was door de NSX die jullie mee hadden. Ja, dus we raakten leuk aan de praat. Ja. Ja. En toen kwamen we erachter dat we allebei iets met audio en podcast en... Hey, wij hebben een podcast. En auto's en Instagram. Ja. 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 En toen waren jullie ook zo vriendelijk om bij ons op ons evenement te komen. Op Kannetjes en Kannetjes. Dat was geweldig. Ja. Ja, dat was echt heel erg leuk. En het leuke is dat ook best wel een goed bekeken reel van ons is geweest. Dus dat was een soort van al gelijk. Een soort van, nou, volgens mij, onze followers vinden jullie ook gewoon tof. Ja, precies. Dus we moeten het even gaan opzoeken. Ja. En nu zitten we hier. So here we are. Ja. En we hebben een onderwerp bedacht. Ja, want we kunnen het wel hebben over hele mooie, toffe, gave youngtimers en bijzondere bolides. Maar dat zou veel te makkelijk zijn. Ja, we hebben ook nekharen, die gaan wel eens overeind staan van iets. Zeker. Mij, toch? Wij vinden iets van auto's. Ja. En wij mogen dat ook vinden, hè? Ja. Wij mogen dat vinden. Wij zijn wel degene die daar iets over mogen zeggen. Wij zijn professionals. Dus de titel luidt van deze podcast, Rijdende Rommel. Rijdende Rommel, ja. Ik denk meteen aan dingen met zilvergrijze wieldoppen die ingescheurd zijn. Daar denk ik aan. Ja, dat vast wel. Dat soort dingen, ja. Maar voordat we daar naartoe gaan, moeten we volgens mij nog even bespreken wie wat aan zijn bolide heeft gedaan. Ja, want dat doen jullie ook. Ja. Net als wij... Ja. We gaan even de afgelopen 2 weken gaan we doornemen in ons geval. Bij jullie is het elke maand. Zoiets. Ja. Nou, Michael, ik zou zeggen, begin. Take it away. Eigenlijk heel saai. Het is staat voor de deur, dus ik heb de winterwielen op de E39 gezet. Het is toch wel een momentje. Eronder. Ja. Ja. En ik vind eigenlijk mijn winterwielen mooier dan mijn zomerwielen. Dan is het al helemaal een momentje. Dus dat voelt wel goed. Nice. Ik weet niet of jullie het net gezien hebben toen ik aankwam rijden. Ik heb ook de stilstaande naafdoppen.
Echt? Oh, ja. Dat is fancy. Ik ben jaloers. Oh, ik vind daar wat van. Ja, het is techie, hè? Ik vind het een beetje techie. Plus één. Ja, ik vind het een beetje... Zie gelijk het verschil tussen de podcasts. Het is een tikkeltje ordinair. Ja, maar ik vind het wel leuk. Ja, het is wel leuk. Maar ja. Soms mag het toch ook gewoon iets leuks hebben. Het hoeft er niet allemaal een soort van... Nee, nee. Ik vind het wel fijn om iemand daarin te cancelen. Ja. Met deze cancel ik Michael. Je hebt geen X6M. Ik heb geen, helemaal geen X6M competition. Is wel iets voor categorie voor rijdende rommel? Of, Oh, ja, jazeker. Ik, oh, jazeker. Ja, maar dat is meer onze mening. Ja, dat is ja. Is hij echt slecht? Nee, maar is het fout? Ja, wel heel erg fout. Ja. Heb ik nog iets meer gedaan? Volgens mij niet echt, maar ik heb vooral proef gereden. Ik heb gereden in een Subaru Outback. Oh, hoe dat zo? Want helemaal niks. Ik dacht dat het van... Mijn 1,39 is best wel laag. Dus ik dacht, misschien moet ik een iets hogere auto hebben. Dat ik niet altijd zo schuin een drempel op moet. Want ja, op een gegeven moment denk ik, ik wil eigenlijk nu gewoon doorrijden. En, dus ik denk, ik ga in mijn Outback rijden. Maar het rammelde en het was stug geveerd. En ik vond het echt helemaal niet prettig. En was het als vervanger voor de 1,39 dan? Maar dat gaat niet meer gebeuren. Nee, je gaat toch geen... die auto, toch? Ja, maar die, ja, en hij stond op 4 land sales ook. Dus dan denk ik ook van, ja. De, ja. Ja, maar daar hadden wij het ook al met elkaar over. Ook van, ja, nou, vooral de vele WhatsApp-berichtjes die wij sturen. over marktplaatsadvertenties. Dat als we een auto zien op land sale banden. Of in het geval van die Impreza die we laatst op de gram gooiden. Dat elke hoek een ander merkband heeft. Oh, dat, ja, dat zegt zoveel over hoe een eigenaar of eigenaresse met een auto is omgegaan. Ja. Dan haken we eigenlijk direct af. Ja. Ik heb mij altijd verteld door een garagehouder van lang, lang geleden, waar ik mijn eerste auto in onderhoud had. Er zaten ook high flies of zoiets onder. En die zei van, ja, dit is het enige wat contact heeft met de weg. Ja. Laat dat alsjeblieft goed zijn. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de eerste keer dat ik er echt over nadacht. Van, oh ja, misschien moet ik daar inderdaad maar gewoon een goede merkband onder gooien. En hoe vaak koop je nou nieuwe banden? Nee. En hoe vaak, en wat is dan het verschil? Ik denk dat het je misschien per jaar 20 piek scheelt om echt goede banden te hebben. Precies, ja, dat is toch wel waard, zou je zeggen. Ja, maar mensen hebben geen idee. Nee. Mensen hebben geen idee. Totdat het een keer fout gaat. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik heb een soort van... rustmomentje, als ik dan net van werk thuis kom, dan gooi ik YouTube aan en dan kijk ik naar de GoPro beelden van de momenten waar het misgaat. Oh, dashcam dingen. Er is een kanaal, inderdaad, dashcam beelden. Ja, er is een kanaal waar alles wordt samengegooid en dan zie je dus de dingen die in het verkeer misgaan. En dat is zo rustgevend, hetzelfde als Noordslijven fuck-ups. En zit dan samen naar het kijken met mijn zoon van de jaren 9 maanden. Die zit er ook helemaal... Dat ging mis, hè, met die E30. Wijntje, dekentje, heerlijk. Waar wilde ik heen met mijn verhaal? Oh ja, en dat komt dan vaak door mensen die kloterige banden in de auto hebben neergezet. Want dan zie je ze over een flyover gaan en dan raak ze opeens in een slip. En denk ik, ja, dat gaat niet zo. Niet zomaar. Nee. Wat voor merk winterbanden heb je eronder? Oh, de zomer- en winterbanden zijn van Michelin. Dus het is, check. Ja, dat is... Nee, het zou heel raar zijn als je nu inderdaad... Ja, precies. Ja, Lancia's. Ja. maar ik heb ook proef gereden met een Lancia Dedra. Een wat? Jullie hebben niet zoveel met Italiaanse auto's, geloof ik, hè? Zijn nou een wat? Ja, we zitten in een ander niveau, hè? Dat, Lancia, ik heb een prachtige auto. Ja, maar ik heb dus ook... Iedereen weet niet wat het is. Ik heb volgens mij nog nooit gehoord van een Lancia Dedra. Dus je had zeg maar de Delta, die kent iedereen. En dan had je de iets grotere, dat was dan een sedan of een stationwagen. En die heette de Dedra. Oh. En dan had je de nog grotere, dat was de Kappa. Maar de Dedra staat zeg maar ook op hetzelfde platform als de Fiat Tipo en de Alfa 155. En de Saab 9000. Nee. Of is dat weer een dat generatie daarvoor? Dat is de Croma. En Alfa 164. Maar dat is dan weer de Tipo 4 platform. Dus dat is allemaal heel verwarrend. Okay. Welkom bij Youngtimers de podcast. Ik ga meteen de diepte in. Ja. Ik heb heel lang getwijfeld. Ik weet nog dat ik op de RAI in 1998 in een auto in exact dezelfde spec zat. Wow. Dus dezelfde kleur van buiten, dezelfde Alcantara, koplampsproeiers, exact hetzelfde was hij. Bijzonder. Maar ik dacht, ja, wat moet ik met een auto? Ik heb nu 3 auto's. De Land Cruiser staat te koop. De Spider. Ja. E39. Wat ga ik ermee doen de komende tijd? Gaat het goed, Paul?
Ja, het gaat goed. Ja, ga maar door. Of je wel aan het opnemen bent. 30 minutes in, en, maar het maakt er niet uit. Uiteindelijk had ik besloten van, ja, ik kan hier echt helemaal niks mee. Dat heb ik niet gedaan. En toen was hij zaterdag verkocht. Ik heb zoveel appjes van jou en dat gekregen. En het doet zo'n pijn. Oh, ik had het kocht en gewoon weggezet ergens. Shit. Ja, dat is echt kut. Ja. Dat is balen. Ja. Vandaar ook het onderwerp waarschijnlijk spijt dat je het niet hebt gekocht of verkocht. Die nou, nee, ik heb bijvoorbeeld ook eens een keer een 106 Rally gekocht en verkocht. Gekocht voor 500, verkocht voor 800. En dat vond ik toen al een hele goede deal. Nee. Origineel Nederlands met 66.000 kilometer op de teller. Nee. Ja, dat is nu gewoon 6-7k of zo. Dat is 10 keer zoveel waard. Ja. Polo G40 gehad, zo'n paarse, zo'n Genesis. Ja. Die heb ik gekocht voor 400 euro. Verkocht, denk ik, ook voor 400 euro. Nee. Dat is hetzelfde met al die auto's die ik heb. Ja, joh. Ja. Volvo 360, handgeschakelde 22. Met lang kontje. Ja. Ja. Die heb ik ook voor 300 gekocht, voor 500 verkocht. Met velour interieur. Ja, joh. Dat ding was geweldig. Ik weet nog dat je me ophaalde van school toen het sneeuwde. Ja, dan heb je meteen de goede auto. De hele weg terug. Ja. Terwijl het ding nul vermogen had. Nee, maar dat is... Al die pareltjes van vroeger, allemaal verkocht van niks. In de vorige aflevering had jij het erover dat je op zoek was naar een kleine, gezellige 4x4. Ja. Ja. Aha. Nou, de D-draai is dat niet. Nee. En de distributie moest gedaan worden. Ja. Klein geitje. Hè? Ja, daar heb, dus... heb je toch een mannetje voor, Paul? Oh ja, daar heb je een mannetje. Ik heb daar wel een mannetje voor. Of een vrouwtje, jouw geval. Maar jullie hebben dat dus ook. Je zet een doel. Nu wil ik een kleine 4x4. Ja. En vervolgens wordt alles interessant, behalve... Ja, de kleine wat je dus gebeurt, je gaat auto's bekijken op Marktplaats. En Marktplaats denkt, oh, je kijkt nu naar een auto van die leeftijd. Dit is ook die leeftijd in die prijskategorie. Maar dan is het ineens een Mitsubishi Sigma bijvoorbeeld. Ja. Dat je, oh, ja. Dat is ook wel dik. En dan uiteindelijk koop je iets compleet anders. Ja, dat was met jou ook, toen jij op zoek was naar je nieuwe daily. Ja. En jij kwam in één keer aan met je Toyota. Ik zat te kijken naar Jimny's. En toen kreeg ik in één keer een RAV4 Fun Cruiser voor mijn neus. Ja. Dat is ook leuk. Maar dat is ook echt een hele leuke auto. Want nou, hij staat hier voor de deur. Ja, ik heb dus ook toen ik aan het zoeken was naar kleine, gezellige 4x4's, daarnaar gekeken. Maar ook dus naar de Suzuki X90. Oh, die is vet. Ja. Het is een beetje een zwakke auto, begreep ik. Ja, ik vind dat echt best wel een leuk ding. En op een gegeven moment kwam er eentje in Den Bosch te koop voor 1950 euro. Toen dacht ik, oh mijn god, die ga ik halen. En in het weekend heeft hij er 1000 euro bij gedaan. Oh. Dus ik denk dat die snuiter ineens is op Mobile is gaan kijken of zo. En dacht, die kan best nog wel wat bij. Maar goed, dan weet je dus wat voor marge er op die handelsauto's vaak zit. Ja. Jongen, inderdaad. Ja. Ja, maar dat zijn eigenlijk mijn autoavonturen van de afgelopen weken. Ja. Paul, gaan we met de klok mee, denk ik, toch? Jazeker. Vind ik altijd heel prettig, zo'n structuurtje. Dat is een goede. Ja, wat heb ik allemaal gedaan? Het is een beetje de vooravond. Het is letterlijk de vooravond van ik die de Rover wel eens zou kunnen verkopen. Oh, kijk. Ja, en dat wil ik niet te veel jinxen. Nee. Knock on wood. Dus morgen... Ja, dit is de podcast moet niet tijdsgevoelig zijn, maar morgen komt er iemand... De dag na deze opname komt er iemand kijken naar de Rover. Die wil hem in principe gewoon hebben. Maar diegene heeft geen Nederlands rijbewijs. Oh, dat is interessant. Ja, okay. Die woont wel al 6 jaar in Nederland. Hij is van Chinese afkomst. Mm-hmm. Dus we hadden zoiets van... We gaan hem overschrijven in het dorp en... Dat gaat allemaal gewoon lukken. Nou, dat gaat niet lukken als je geen Nederlands rijbewijs hebt. Je moet naar een RDW-keuringsstation. Meen je niet, joh. En ik heb nog navraag gedaan bij mij op de zaak. Want daar waar moet je dan naartoe? Naar een RDW-keuringsstation. Ja, maar waar is dat voor jou? In Schiedam. Oh, dus dat is een half uur rijden of dat zo? Dat is zeker een dikke half uur rijden. Ja. Ja. Om alleen je auto te kunnen verkopen aan iemand. Om alleen je wel kwijt. En je hebt een uitwerksel nodig van het bevolkingsregister. Van hem of van jou? Nee, van hem. Dat zal vast wel een probleem zijn dan. Nou, wat heeft hij niet? Een uittreksel van het begon. Ik wou net zeggen. Dus ik ga morgen mijn netste barberjas aandoen. Ik ga mijn haartjes goed doen. Ik doe mijn mooiste overhemd aan. En ik kom daar aan bij het RDW en ik zeg, hallo, goedemiddag. Het is de RDW. Bij de RDW, sorry RDW. Goedemiddag. Ik kom mijn auto laten overschrijven naar deze meneer. En dan lief,
lachen. Ja. En dan hopen dat het goed gaat. Om wat eerder over de balie. Ja. We hebben hier nog een zakje pepernoten, die zit nog dicht. Mag je meenemen? Oh ja, goed. Helpt. Dankjewel. Zijn ze heel goed in Amerika voor daar. Dat klopt, ja. Dus ja, ik weet het niet. Ik hoop het. Ik hoop het ook voor je. Ja. Maar dat betekent ook dat je kan kijken naar iets nieuws. Ik hoor net dat je niet naar een Outback moet kijken. Nee. Ik ben al zo lang bezig om marktplaatsadvertenties te verzamelen en een hartje te plaatsen. Ik heb nu een aardige collectie en elke week zie ik er weer ook een paar verwijderen. Dat ik denk van, oh, ja, maar die wilde ik graag bekijken als ik erover had verkocht. Moet eerst erover weg voordat ja, er iets komt. Ja, ik heb nu zoiets van eerst verkopen en dan ga ik om mijn gemakkie ga ik kijken. Ja, want hij heeft al vaker te koop gestaan, toch? Mm. En dan was het ja, een beetje meh aanloop. En... Ja. Maar wat is jouw... Nou, wat is jouw opvolger, zeg maar, qua specs? Waar kijk je naar? Wat moet er voor terugkomen? Wat zijn de zoekcriteria in Marktplaats? Het moet goedkoop zijn in onderhoud, in algemeen verbruik. Want mijn maandelijkse kosten zitten zo nu rond de €500. Zo. Ja. Dat is wel veel. Ja. Ja, dus dat mag wel wat minder worden. Hey, je hebt hem te koop staan voor... 29,50? 37,50. 37,50. Nou, dan, ja, in 8 maandjes dan ben je er wel doorheen, zeg maar. Dan heb je hem weggeleverd. Ja, dankjewel. Ja, ja. Ja, dankjewel. Wat zeg je allemaal, Michael? Wat moet ik doen hier? Nou, ik ben in de microfoon aan het praten. Ja? Ja, en ik zie hem niet echt uitschieten. Oh. Misschien moet je hem dichter bij je mond doen. Nee, want hij zit best wel dicht bij mijn mond. Oh. Dus ik maak me een beetje zorgen. Een betere kwaliteit microfoon. Oh, nee. Vandaar. Oh, zo. Ja. Kunnen we even wachtmuziekje hier in plaatsen? Dat is goed. Schaak je nou net in? Dit is... Ja, welkom bij de Powerslide podcast meets de Youngtimer podcast. Ik was er dus ook. Ja. Ik was zo bij de hand om mijn mic verkeerd te ontzetten. Ja, neem vooral een dropje. Ja, ja, ja. 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 Sorry. We hebben het toch al niet verpest. Anyway, we hadden het over over de maandelijkse kosten die ik aan mijn Rover 75 heb. En ik heb nu eigenlijk ook in de gaten dat dit totaal geen verkoopraadje wordt. Dus hier wil ik het bij laten. Het is hoog en daarom wil ik een andere auto. Ja. Oh, ik wou inderdaad gaan vragen, kun je het specificeren? Maar ik begrijp dat we dat even niet doen. Ja, dus nee, ik ben op zoek naar een auto die wat minder verbruikt. Lager in de wegenbelasting. Misschien wat moderner, maar moet wel geinig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een Nissan Cube. Dat is leuk. En die ene die jij doorstuurde, die was... Die staat al dik een maand te koop. Is niet gek. Ik wil hem hebben. Ja, dat snap ik. Maar is niet gek dat hij al een maand te koop staat, want dat ziet dat ding eruit. Dat is een leuk verhaal. Ik hoe doe je hem op Marktplaats? Ik bericht de verkoopster... En ik stuur een bericht. Ik zeg, joh, hierbij een bot. Dat was een best wel een agressief bot van mijn kant. Het gaat ook misschien even goed de introductie. €100! Paul heeft een Nissan Cube gezien. Die groen is. Met een witte race streep van voor naar achter erop. Maar het is ook niet zeg maar groen. Maar het is gewoon echt gewoon... Kermit groen. Ja. Dus ik stel de vraag. Hey, is de lak nog goed onder die wrap? Wat ik een logische vraag vond. Ja, ja, ja. Dankjewel. Ja. Dus ik krijg het bericht terug. Ja, maar ik heb hem laten spuiten. Oh. Niet. Ja. Met strepen al? Met strepen al. Niet. Oh, zelfs die strepen zijn geen stickers. Eigenlijk die kleur en die streep vond ik nog niet het allerergste aan die auto. Nee, hij heeft ook rode wielen. Ja, echt wel. Ja, ja. Het is echt verschrikkelijk. Wij kunnen daar doorheen kijken. Mits het een wrap is, hè? Ik bedoel. Nou ja, maar een wrap... zou dus goedkoper zijn geweest dan heel die fucking auto spuiten. En dan ga je hem ook nog eens een keer Kermit groen spuiten. En dan heb je de ijdele hoop dat je hem ook nog eens een keer verkoopt voor... Nou, hij begon volgens mij bij 5.000. Hij was hoger dan de normale marktwaarde van een Cube, volgens mij. Jemig. Ja. Maar heeft hij misschien heel erg schade gehad dat ze hem toen hebben laten overspuiten? Ja, dat is een goeie. Dat zou kunnen. Maar dan kan je hem ook wel een normale kleur spuiten. Dezelfde kleur als je hem toch laat spuiten. Misschien wil je ooit eens een keer afstand nemen van je auto. Zoals nu. Maar misschien heeft deze persoon gewoon enorme fetish voor groen. Ja, of ze interpreteerde groen rijden gewoon op een hele andere manier. Wauw. Ja, ja. Dus mijn plan is nogmaals een agressief bod doen. En dan... Van min €1.500. En dan Midnight Purple spuiten. Ja. Ja, fan. Ja, ja. Plus één. Ja. Op de zaak, wel echt zwart. Ja. En dan... Nee, Midnight Purple toch? Dus ja, Cube-achtige auto's, dat vind ik leuk. Lancia Delta,
laatste generatie vind ik leuk. Die heeft mijn vader ook. En ja, ik zou dat zelf ook wel willen hebben. Ik keek gisteren nog naar, naar het algemene verbruik. En met een volle tank kon ik 850 kilometer ver komen. Jij hebt, wow. Je hebt ook die Multiplat, toch? Ja. En die heeft jouw vader ook? Ja. Ik zie hier een trend. Mm. Heeft hij nog meer auto's? Thema. Een thema. Nou, ja. Dus dat is je volgende auto? Ja. Mm-hmm. Ja. Dat is het thema van... Ja, dus eigenlijk moet mijn vader een agressief bot doen. Ik wou net zeggen, ja, als je dan toch zijn auto's wil. Dus nee, ja, lang verhaal kort. Ik ben bezig met het auto of met het verkopen van mijn auto. En morgen gaan we zien of dat wel of niet lukt. Ik hoop het voor je. Het komt ook op de... Het is op de socials geweest als je dit luistert waarschijnlijk. Oh ja, dat is waar, ja. Ja. Iedereen weet het al, behalve wij. Ja, ja. Hey, we zitten al 20 minuten. Jemig. Snel door. Ik heb een auto gekocht. Denk Julian. Volgende. Ja, een auto gekocht. Ja, ja. Ja, je hebt ons allemaal heel lang laten raden. Ja. Wat was dit ook ineens? Out of the blue kregen we in één keer een appje. We hebben een auto gekocht. Ja. Ik dacht echt... Hè? Was niet op zoek. Dit was niet de bedoeling. Ik ken dat. Dat was ja. Niet de bedoeling. Normaal gesproken, als Julian een auto koopt, dan duurt het zeg maar 4,5 jaar voordat hij een shortlist heeft. Oh, ja. En dan nog 3 jaar voordat hij daadwerkelijk een auto gekocht heeft. Want we hebben onze eerste 2 seizoenen aflevering besteed aan jouw volgende daily. En nu krijgen we in één keer op een random zaterdagmiddag, hey jongens, ik heb een auto gekocht. Ja. Waar komt dat vandaan? Nou, Kaylee en ik, mijn vriendin en ik, die hadden nagedacht over dat wij nu één barrel hebben samen en zij heeft een scooter. Dus zij moet nu vanuit Houten, waar wij nu wonen, want de afgelopen 2 afleveringen was ik er niet bij, want ik was aan het verhuizen, moet zij naar werk. En dat gaat door weilanden. En zij wil niet in het donker fietsen of scooteren door weilanden. Dus het is een crossmotor geworden. Ja, precies. Ja. Zo, hè. In de verpleegkundige pakje op de klok. Dus oké, nou ja, we hadden een beetje benoemd. Misschien moet er een tweede auto langs bij komen en dan gaat de scooter weg. En toen stuurde een vriend van mij in onze appgroep, jongens, ik ga de Golf weg doen. Ik ben er klaar mee. Hij is niet door de APK gekomen. Ik hoop dat ik er nog €500 voor krijg. En toen dacht jij, die is van mij. Die is van mij. 500 euro, Golf, die is van mij. Prima. Hij is knalrood. Knalrode, tornado-rode, Golf 5, 1.6, 5 deurs. Gewoon, trendline. Trendline. Gewoon de, hoe weet je dat? Ja. De Youngtimers, de podcast. De nerdline. Holy shit. Ja. Random feit. Nice. De zwarte deurgreep. Yeah. Ja. Wauw. Wow. Nice, ik weet hem ook. Ja. Tikbaan, nee. En trots, joh. Dus, het wordt een hele lange aflevering. We komen niet eens bij onze vraag, denk ik. Nee, ik denk het ook niet. Nee. Maar, dus ik zei... Microfoons goed zetten, dat lukt ons niet, hoor. Maar handgreepjes kijken, dat is prima. Dat is. Ja. Dus ik vroeg aan hem, veel wat mankeert eraan? Nou, de uitstoot was iets te hoog. Dat was het. Dat was het. Dus ik denk, dat lukt mij wel. Injector cleaner erbij, V-power tanken, even goed gassen en dan een APK. En dan komt hij er, denk ik, wel doorheen. De distributie is vorig jaar gedaan, de koppeling is vervangen. Hij heeft altijd zijn beurtjes gehad, alle boekjes zijn netjes afgestempeld, net geen 2 ton gereden. Dus ik dacht, ja, voor €500 zeker doen. 500 ook gewoon. 500. Je zei nog, je moet gokken. Is. Ik dacht, nou... Nou ja, ze gaan voor 2.000-3.000 euro. Maar dat lukt ook echt bijna niet meer, toch? Om een auto onder de 1000 euro te kopen op het moment. Vooral Golfjes, dat zijn hele courante auto's. Ja, precies. Onze Suzuki Swift uit 1999 was €900. En dat ding is echt een barrel. Ja. Deze Golf is netjes. Ja, hij heeft wat deukjes hier en daar. Maar het is prima voor nu. Geweldig. Dus ik heb een auto gekocht. Zomaar uit het niets binnen een week in plaats van 2 seizoenen. Dus, maar... Nu? Is hij al door de APK geweest nu? Woensdag verloopt de APK en gaat hij voor APK. Maar dat is niet bij diezelfde plek waar je ook de BMW voor APK had aangeboden, toch? Nee. De APK voor €50.nl. Nee. APK keuren zonder zeuren.nl. Die website is nu offline, dus hij is gepakt. Ja. Alleen ik heb mijn geld niet... Dit was echt serieus en Hij is echt opgeleerd. Hij heeft geprobeerd. Ik dacht, joh, het is een paar €100. Ik ga het gewoon proberen. Dan een paar kan honderd ik... ook. Ja, whatever. Dan, kan ik die gaan rijden en naar shows, maar geen APK. Wacht even, een paar €100? Nee joh, maakt niet uit. Nee, nu moet je het erin. Hoeveel was het? 175. Oh, social experiment. Nee, ja, social experiment. Ja, het is wat waard, blijkbaar. Het niveauverschil van deze bullshit vergeleken met... Okay. En een van jouw beste vrienden is ook gewoon APK keurmeester. Dus als je die €175 had doorgeschoven, had het misschien nog beter gegaan. Misschien wel. Ja, nee, die truc werkt niet. Want als hij een steekproef krijgt, dan is het een werkgever. Dat is waar. Kijk, degene bij wie de auto is afgekeurd, die zei ook van normaal zou ik het misschien net door de vingers zien, maar ik heb al maandenlang geen steekproef meer gehad. Ja, dus hij, oh, hij, ja. Hè,
Dus ik denk wel echt dat die woensdag door de APK komt. En zo niet, dan moeten de katalysatoren vervangen worden. En dat is ook maar een paar honderd euro. Dus dan heb ik alsnog voor minder dan 1000 euro gewoon een prima golfje. Prima. Dat goed zeg. Als je maar niet hier neerzet, want dit staat vol. Ja, dat is waar. Ja. Niet nog een projectauto. Lok wisselen, bumpers, overspuiten in gifgroen. Ja, dat is het project. Ja, met een racestreep. Ja. Dat is bizar, want die generatie golf, die is alweer 20 jaar oud. Ja, 2004. Ja, absurd, ja. Hè? Dat is zo raar. Maar ziet het er niet aan af. Ik had het dus met mijn vriendin erover. Oh, dat is een goede auto. Dat is een prima ding. Uit welk jaar is die? 2004. 20 jaar oud. Ja. Dacht ik, oh, inderdaad, ja. 20 jaar oud. Ja. Huh? Van de Golf 4 zie je het wel vanaf. Ja. Ja. Dat die al alhoewel, in een goede uitvoering ziet hij er ook nog wel fris uit. Als hij 25 jaar fris, grijzig of blauw is of zo, dan kan het best nog wel aardig zijn. Een W-Wijk 5, Highline. Ja. Ja. Is die R32 die zo dik is, toch, van die? Ja, ja klopt. Ja, ja. Oké, okay, die zijn wel oké. Okay. Maar daar zie je echt aan af dat het een oude auto begint te worden. Van binnen helemaal. Maar dit is wel grappig, want dit is het verschil. We hebben het over een V5 Highline. En dan hoor je bij de Powerslide podcast, hoor je, ja, zo'n R32. Zes cilinder. Ja, nee, maar dat vinden wij ook leuk. Maar, ja. Ja. Nee. Maar dat rijden wij allemaal ook niet, hè? Nee. Nee, ja. Ja. Ja, ik, ja. Kijk even om je. Oké. Feitelijk geen R32, nee, maar. Ja. Ja. Wij rijden een Suzuki, een RAV4 en een Mazda 2. Dus het is niet alsof we nu dagelijks nee, dat in is ook zo. Dikke... Als we het konden, dan zouden we hier dagelijks in rijden. Dat is waar, ja. Die ja. auto's die hier staan en de 6 BMW S8, maar... Ja, dat is waar. Ja, dankjewel, Paul. Ja. Dankjewel. Moderaat ja, goeie host. Ja, heel goed, heel goed. Chris. Ja. Dat was eng. Dit wordt heel lastig. Zullen dit wordt echt het perfecte hebben? Moment om de audio op te zinken. Oh ja, dit ja, is de sync, ja. Nice. Afgelopen week heb ik werkelijk, of echt de afgelopen 2 weken, heb ik werkelijk waar niks gedaan. Nice. Helemaal niks. Nee. Nart. Ja. En daar wil ik het eigenlijk wel bij laten. Dus Lennart, ga je maar lekker door. Niks te melden. En door. Ja, dan ga ik nog verder. Komende week ga ik. Nee. We moeten door met het onderwerp. Ja, rijdende rommel. Rijdende rommel. Rijdende rommel, ja. Ja. Ik ga hem nu niet aftrappen. Nee. Ik ook niet. Want ik ben de presentator van de show. Hmm. Dus we gaan door naar de heren... Kijk je schoks. We gaan door naar de heren van de Powerslide podcast. Ik ga het gewoon ad random ga ik het vragen. Chris, welke auto heb jij geselecteerd en valt binnen de categorie rijdende rommel? Ja, en waarom? En waarom? Ja. Hebben jullie even? Ik heb het voorbereid. Ik heb een epistel geschreven. Nou, heel even. Heb je het geschreven of gecopy-paste? Nee, geschreven. Als je niet kijkt, maar je luistert, ik zit naast... Acht alinea's. Het is echt gewoon niet... Anderhalf A4. Ja. Wow. Het is een aparte podcast. Ga je dit voorlezen? Ik ga het niet voorlezen. Oké. Okay. Wees gerust. Ik gebruik het als geheugensteuntje. Nee, ik denk, ik moet goed beslagen ten ijs komen bij de heren van de Youngtimer podcast. Want jullie gaan goed op feitjes. Ja. Feitelijk wel, ja. Ja. Ik heb gekozen voor de Suzuki Wagon-R Plus. Nou, is cool. Nou, dat vind ik best wel leuk. Ik vind hem ook cool. Nee. Gran Turismo. Nee. Nee, is niet Gran Turismo. Dit is de slechtste, meest verschrikkelijke auto die er ooit is. Ik word er gewoon helemaal agressief. Ik zie het, ja. Heel even terug. Jij zegt de slechtste. Maar het is toch echt een goed autootje. Je kan makkelijk inparkeren, hoge instap. Ja. Voor iemand is dit een hele goede auto. Nee. Ik zal je vertellen waarom niet. Nou, kom maar door. Nou, allereerst, het is gewoon een belediging voor autoontwerp. Voor alle design wat er ooit gemaakt is, is dit de grootste belediging ooit. Want die is totaal nietszeggend. Gewoon compleet nietszeggend. Oh, maar het is een K-car geweest. Bijna wel, ja. Bijna, maar het is geen K-car. Nee, want dat is de Wagon-R Plus. Nee. De plus is de brede versie, toch? Ja, oké. Okay. Dus er is een K-car versie van, maar de Wagon-R Plus is dat is, net niet. Nee, precies. Dat is de auto voor de rest van de wereld waar die regels niet gelden. Mm-hmm. Daar hebben ze een verschrikkelijk 1.2 70 pk motortje in gedaan die echt totaal levensmoe is. Die volledig teleurgesteld is in de carrosserie waar die in is gehangen. Mm-hmm. Ja, ja. Ergens boven de 3000 toeren per minuut zit er iets van leven in. Maar dan schreeuwt hij, huilt hij van maak me alsjeblieft af. Want dit is echt verschrikkelijk. Maar wacht even, Chris. Ja, nee. Heeft hij jou iets aangedaan? Ja. Is er een historie waar je nog over moet als vertellen? Als ik die auto voor mij zie rijden, dan wil ik het liefst hem
vol gas van de weg afdrukken. En maar heb je er zelf wel eens in gereden? Ja. Nee, ik heb gereden in de Opel Agila versie. Oh ja. Die had je moeten kiezen. Ja, nee, ja, veel betere keuze. Het is allebei verschrikkelijk. Maar Opel heeft zijn logo ook echt niet mee, hè? Nee. De Opel is, ja. Maar ik krijg hier echt braakneigingen van als ik hem zie. But this is like your opinion, dude. Yeah, I know. Maar ja, daar moest ik hem toch op selecteren. Ja, nee, dat is wel waar. En ja, wat feitelijk is, is dat dit een van de gevaarlijkste auto's is om in te rijden. Hij heeft op de Euro NCAP 1 ster gehaald. Oeh. En 0 sterren voor jonge passagiers. Dus als meer dan de Fiat Seicento. Dus alsjeblieft, opa's en oma's die in dit ding rijden, ja, ja, vervoer daar niet je kleinkinderen in, want het is levensgevaarlijk. Vooral als ik achter je rij, want ik ga je van weg af. Gaat gebeuren. Oké, maar dat is een goede reden. Ja, 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 precies, oké. Okay. Ja, en mogen schijnt er dan wel hondjes in, of zijn jullie hondenliefhebbers? Ik ben wel een beetje een hondenliefhebber geworden. Wat een random vraag. Ja, ja, sorry. Het zat ineens in mijn hoofd. Ik dacht, kinderen zijn erg, maar zijn hondjes dan ook erg? Nou, sommige honden wel. Ja, okay. Nou, ja. Ik krijg hier echt nekharen die echt hoger komen dan mijn hoofd. Dat is verschrikkelijk. Een hanenkam in je nek. Ja, dat ja. Nee, dus nou, bijna je inhammen gewoon, die verdwijnen. Nou ja, zeg. Zo hoog komen die nekharen. Ja. Sorry, ik hou op, want ik krijg hier echt. Ik kom over zo van achter. Ja, oh, ik denk dat wij die mening minder delen. Nou, maar als je gaat kijken, als je gaat kijken op de fora en de autoweek. Ja, sorry, ik ga toch Heb jij op fora gekeken? Ik heb gekeken naar wat vinden mensen daar nou van, de eigenaren. Wauw. En dan zeggen ze letterlijk van ja, het is niet moeders mooiste auto, maar hij voldoet om ons van A naar B te brengen. En een ander heeft gezegd, ja, het andere verkeer reageert nogal agressief als wij langskomen rijden. Ja, dat vind ik niet zo raar. Als dat de gemiddelde mening is die op de autofora is over deze auto, dan kan die gewoon niet anders zijn dan heel sloom, slecht en lelijk. Damn. Wow. Okay. Dat is nogal een betoog dit. Ja, ik ben er stil van. Maar wat vind jij dan van de Fiat Multipla? Nou, weet je wat het is? De Fiat Multipla heeft iets eigenzinnigs. Ja, ik vind hem niet mooi. Maar hij dient een bepaald doel. En het is een soort van rijdende kunst. Ik vind kunst ook niet altijd mooi. Mm-hmm. Maar er is wat van te zeggen. Ja, ja, ja. En daar heb je extreme in. En dat is wat de Multipla is. Mooi. Ja. Je hebt erover nagedacht. Ja, ik heb erover nagedacht. Ik zag hem aankomen. Ik zag hem aankomen, ja. Hey, ja. En wat als je nou sommige van die Wagon R plussen, die hebben zo'n bodykitje. Van een beetje extra dikke bumpers. Wat vind je daar dan van? Dat is toch om te huilen. Dan heb je al zo'n trieste auto. En dan wil je, wat wil je doen? Nog meer de aandacht trekken? Mm-hmm. Oh, weet je welke dan mooi is? Die Agila Enjoy. Ja, oh ja. Ja, die zou dan helemaal gaaf vinden. Agila Ja, ja. Die welkom nogmaals bij Youngtimers, de podcast. Die is zilvergrijs met gouden accenten. Met goud. En het achterste ruitje is dicht en daar staat dan Enjoy. Oh nee. Oh, deze, die is ook bicolor. Ja, ja. Oh, die is echt, oh. Maar ik snap dus niet, als je al zoiets verschrikkelijks rijdt, waarom wil je dan nog meer de aandacht trekken? Ik vind het wel cult. Net zo'n Daihatsu Move. Vind ik ook leuk. Maar ja, dat vind ik nog wel echt een gay-car, toch? Move is wel leuk, ja. Oh ja, Move vinden we leuk. Bankjes kun je plat doen. Hoe is dat dan anders dan een Wagon R Plus? Ja, dat moet je nemen. Ja. Ja, ik ben boos op jou. En afschuiven. Ik ben team Youngtimers podcast op dit moment, hoor. Hey, je bent you're on your own, dude. Ik ben gecanceld in deze Je bent gecanceld. Stempel. Nee, dit is werkelijk waar voor mij niks ergens op de weg dan een Wagon R Plus. Nou, kijk, het gevaar van deze aflevering is dat we een mening hebben over auto's die we niet mooi vinden. Maar die voor iemand anders gewoon prima functioneel is. En ja, dat is gewoon hun dagelijkse auto. En het mooie van de Wagon R Plus is, het is een beetje de kakkerlak onder de auto. Dus je kan er volle melk in gooien. waar je normaal de olie in flikkert. En het ding dat blijft het gewoon doen. Hij gaat het wel doen. Ja, het bloeien eruit voor je vloeistof. Ja, prima. Ze zijn ruim, maar ook weer niet. Want ze zijn totaal niet ruim. Heb je er wel eens in gezeten? Als er twee volwassen kerels naast elkaar zitten, dan zit je half over elkaar heen. Ja, het is ook alleen maar als vierzits geleverd. Dus, je krijgt schuurplekken op je knieën, absoluut, zeg maar. Ja. Absoluut, ja. Had iemand bij ons in de kerk, toen wij vroeger naar de kerk gingen, niet zo'n ding? En was hij niet gewoon 175 kilo? Ja, klopt. Hij schakelde altijd van zijn één
naar z'n drie gelijk. Ja, maar hij kon niet naar de twee, want hij zat bij z'n twee. Zo'n ik dacht, hij zit gewoon op twee stoelen zo en hij schakelt gewoon. Bijna wel. Dat is ook wel een mooie. Nee, ruim is hij absoluut niet. Hm. Er kan ook geen kratje achterin, want zo diep is de kofferruimte niet. Hm. Dus je hebt er ook gewoon helemaal niks aan. Okay. Het enige wat een beetje ontbreekt aan wat je zegt is, vind ik, na heel veel zinnen, voordat we straks... Ja, maar gaan we dit allemaal zo politiek correct doen, Paul? Boze Wagner. Precies, plus, bij ons hoeven we echt niet politiek correct te doen. Okay. Ik weet niet of dat bij jullie zo is, maar... You win some, you lose some. We moeten alleen Job moeten we te vriend houden. Heeft Job een Wagner plus? Ik denk dat we Job niet gaan kwetsen deze aflevering. Nee, ik denk het niet. Nee. Ik hoop het niet. Okay. Stuur anders maar een boos mailtje naar info@powerslide.nl. Ja. Ja, hoor. Oh, wij hebben gewoon een Gmail-adres, hoor. Zo. Dat kan ook. Maar bedankt voor je tirade. Ja. Er komt ook een aura van je af. Nou, er is... Zo'n kloppende ader had je ook niet voor. Het is wel een hele opluchting dit nu, moet ik eerlijk zeggen. Het is groot, maar... Dit is eigenlijk een hele goede therapeutische sessie zo. Ja, je ik bent voel me super helemaal sane. Ontspannen. Mooi. Ja, super sane. Ja. Maar je kan ook zo'n dag doen bij een autosloperij dat je een auto helemaal kapot kan slaan. Oh, ja. Dat moeten we doen en dan met de wagon. Zijn die dagen? Alsjeblieft. Daar kan je gewoon boeken. Je kan gewoon een sloopauto kopen en gewoon rammen. Wist je dat niet? Ja, nee. Dat is echt zo. Oh, dat is 400 euro of zo en dan kan je gewoon losgaan op een auto. Het verbaast me dat je zo daarop reageert, Michael. Wat, gaat het goed? Het gaat goed met mij, maar ik zie mezelf al helemaal met een cirkelzaag en een bril in de weer. Nou, let's go. Ben ik heel benieuwd in welke auto jij dat dan zou willen doen. Ja, mag ik? Ik geef het stokje door. Nou, ik heb lang nagedacht en er zijn verschillende auto's de revue gepasseerd. Bij mij namelijk ook een Suzuki. Is de revue gepasseerd? Is niet geworden bijvoorbeeld een Baleno sedan? Maar het is geworden de Kia Joyce. Zegt dat jullie iets? Kia Joyce? Ik ga googlen. Ja, natuurlijk. Valt me een beetje tegen van je. Hoezo? Oh jee. Omdat het een MPV is uit Azië. Ja, maar het is een MPV die in 1999 op de markt is gekomen op basis van de Mitsubishi Space Star die in 1991 op de markt kwam. Dus nice. Het was eigenlijk toen die op de markt kwam, was hij al een beetje verouderd. Mm-hmm. En hadden ze er een beetje heldere koplampen op gedaan. Dus het is gewoon recycled. Ja, het is gerecycled en zouteloos en altijd zilvergrijs en... altijd smoezelig. Het is zo'n auto die altijd zeg maar zo'n veeg op de bumperhoeken heeft. Ja, of zo'n deuk langs de zijlijn, gewoon dat die langs een paaltje is gereden en het zit erin. Oh, en mensen doen er niks aan. Of mos op de raamrubber. Zo'n auto is het. Ja, dat is wel zo, ja. Ja. Oh, ja, ik ben niet met je eens. Je bent er niet mee. Je bekent liefhebbers van met een Kia Joyce. Zeker nog, ik ben lid van de Facebook fanclub. je schuilnaam is daar ook Joyce, of niet? Ja. Rejoice. Joy with Joyce. ik vind het wel een handige MPV. Betaalbaar, betrouwbaar. Is hij betrouwbaar? Ja. Ja, ik denk wel dat hij betrouwbaar is. Ja, denk je? Ik denk dat hij jammer genoeg akelig betrouwbaar is. Er zit nog steeds garantie op. Dat waarschijnlijk wel, ja. Ja. Ik moet zeggen, ik vind hem wel een beetje tof. Ik zie boxflares, ik zie brede bumpertjes met mislampen. Voor een MPV van de voorkant gezien, driekwart, is hij wel cool. Achter is verschrikkelijk. Ja, ik vind het ook niet heel erg, hoor. En... er is ook best wel een doelgroep voor, denk ik, voor zo'n auto. Je helpt, er zijn gewoon mensen maar je kon toch iets leuks, je kon ook een Scenic kopen. Jonge gezinnen die opeens een drieling krijgen. Die konden ook in een Scenic. Ja, als je het over betrouwbaar hebt en je gaat dan vervolgens in een Scenic rijden. Dus één ding, auto's. Maar er is één ding wat ik wel altijd verschrikkelijk vind van die, Japanse auto's uit de jaren 90 die zich beter willen voordoen. Koreaanse. Koreaanse auto's die zich beter willen voordoen dan dat ze eigenlijk zijn. Dat is dat verschrikkelijke... Glimmende nepnotenhout wat in het interieur zit. Ja, dat is niet te doen. En dat bladdert tegenwoordig natuurlijk allemaal af. Het zit vol met vocht wat eronder zit gekropen. En iemand heeft een keer zijn koffie eroverheen gegooid. En er is een keer een waterpomptang uit een broekzak gegleden zo erop. Waarschijnlijk wel, ja. Maar dat is wel met Koreaanse auto's. Japanners kunnen dat een stuk beter. Japanners kunnen dat beter, ja. Maar weet je, ik bedoel, Kia is nu best een tof merk. Ze maken echt wel mooie auto's. Maar dit is echt nog de periode dat ze een soort van slappe aftreksels maakten van...
Het is niet heel veel soeps. In dit geval een Mitsubishi. Ja. Het standaard formaat wielen is inderdaad ook wel echt... Ik denk dat dat 14 inch is. Hè? Denk het ook. Ik denk dat ik de Powerslide doelgroep wel aan zal spreken als ik zeg 2 centimeter verlagen, volks eronder. Damn. Ja, ik denk, ja, this hits right here. 4 bride stoelen. Damn. Kijk allemaal Julian aan. Ja. Ja, is goed. Ja, ik misschien denk dat jij Photoshop erin maken, Jules. Kooi. 2 rappers erin. We gaan gewoon weer West Coast Customs terug naar de aflevering van een paar... Het zijn 5 hier. Ja. Succes, Chris. Nee. Uitlaatpijp door de motorkap. Ja, ik voel hem wel. Ja. Maar even iets anders, even hardop nu toch aan het denken zijn. Die, zeg maar, de Mitsubishi Space Wagon is er ook geweest met het Evo-blok en vierwielaandrijving. Dat is waar, de 463. Zou je dan de Kia Joyce ook... zo kunnen ombouwen. En dan doen de Rejoice. Damn. Ik vind het... Oké, let's go. Ja, uitbouwen. Mm-hmm. Ja, de 4G63 uit de Lancer. Nardi stuur je erin. Ja. Boah. En van die geruite matjes, weet je wel? Die Japanse tuningsmatjes. Vloermatten? Karpet. Nee, zo'n mat waar je kinderen met hun autootje overheen gaan. Ja, dat is leuk. Aha. En dan een Japanse Rising Sun sticker achterop, want het is... Koreaans. Ja. Dat je net fout doet. Precies. En wel een sticker nog met baby on board. Oh, JDM sticker. JDM, ja. Baby on board en dan een papa en mama en dan 3 van die kleine coaters achteraan. Jemig. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben het wel met je eens. Jawel. Ja. Ja, hier word ik ook niet blij van. Nee. Ja, maar het is echt zo'n nondescripte auto. Ja, een auto voor mensen die echt vervoer nodig hebben... Dit is een auto voor iemand die op de markt sokken verkoopt. Witte sportsokken, zoiets. Ja. Nee, ook wel zeg maar zo'n auto die gewoon elke week naar een andere rommelmarkt gaat. En als de achterklep open doet en je kan dan een soort van alles zo in één keer uitduwen en dan ben je ook klaar. Maar dat, inderdaad, iemand die dan niet vintage spullen verkoopt, maar rommelmarkt spullen. Rommel. Die oude bruine meubels. Ja, of gore poppen. Ja, en van die, die gebruikte gore poppen. Ja. Ja. Ondefineerbare lucht. Ja, nee, maar ook daar, die moet een auto. Maar die zetten daar ook hun senseo dan mooi neer om de koffie te serveren voor 50 cent. Voor toevallige voorbijgangers. En de 50 cent die doe je dan in een sigarendoosje. Ja, dat is wel, ja. En die pets zijn van Perla. Ja. Perla pets. Ja. En die noemt zichzelf barista. Ja, barista. Ja. Oké. Zullen we maar naar de volgende gaan, want we slaan een beetje door. Ik vind het goed. Ja, de voorwielen van die Joyce denk ook als die ombouw dat gedaan is. Ja. Scherp. Lennart. Ja, ik heb eentje, hij is al genoemd vanavond. Is het de Baleno sedan? Nee. Het is de X6M. Oh. Ah. Ja. Want eigenlijk, ik zat ook te kijken van ja... BMW is dit, mensen. Ja. Ja, ik moet wel een beetje uitkijken, maar ik zat zo te denken van je moet eigenlijk een auto hebben waar gewoon geen doelgroep voor is. Die gewoon niet klopt, waar je gewoon niks aan hebt. Die niks toevoegt aan de wereld. Niets toevoegt aan de openbare weg inderdaad. En dan dacht ik, dan zat ik ook een beetje naar dat soort auto's te kijken. Ik denk, daar is overal wel wat voor te zeggen, weet je. Er is altijd wel een situatie te bedenken waarin zo'n auto handig is. En toen dacht ik... Ja, maar performance SUV's zijn gewoon echt wel... Ik vind dat dus zo helemaal niks. Ja. Ik vind daar zo niks van kloppen. Kunnen we en toen dacht ik, dan gaan we terug naar de basis. Oké, wie is zeg maar die lelijke, verschrikkelijke, super onnodige trend gestart? Nou, en dan kom je bij de X6M uit. Ja. X6, ja. Yeah. Maar kunnen we met z'n allen, denken jullie, een unique selling point van de X6M competition verzinnen? Ja, ik denk dat je al je Gucci-tasjes er wel in kan gooien of zo. Maar dat kan niet in een X5 bijvoorbeeld. Ja, maar die is dan wel minder snel van A naar B. Maar ik denk dat ik het wel weet. Ja? Als jij een drive-in woning hebt... Ja. Waar de trap, zeg maar, half door je garage loopt van de achterkant... Ja, ik weet en een X5 er net niet in past. Dat hij net niet onder die schuine... Ja, precies. Ja. Dan heb je wat aan een X6. Ja. Ik denk dat je het enige unique selling point, de enige situatie waarbij die beter is dan een X5. Ja. Ja. Anders kan ik het niet verzinnen. Nee, ik... Paul, wat vind jij hiervan? Ik hou mij afzijdig. Ben je bang dat er misschien... je hebt er in gereden toch best een tijdje in Japan? Ja, ik heb 2 weken lang rondgereden in de X6M Competition. Wat vond je ervan?
Ja, even kijken hoor. Hier moet ik ook heel voorzichtig mee zijn. Ten eerste omdat ik voor het merk werk en omdat mijn schoonvader er een heeft. Ik ben zo blij dat wij bij die andere podcast zitten nu. Je mag Lennart de schuld geven, hè? Ja, doe maar naar info@powerslide.nl. Ja. Even denken, hoe ga ik dit brengen? Het is niet mijn auto. Dat komt omdat ik hem... Ik vind hem overbodig ten opzichte van een X5M. Ja. Ik vind een X5 in essentie is eigenlijk alles wat je als daily nodig zou willen hebben. Hm. Het is groot, maar niet te groot. Het is niet X7. Vooral in M-trim is die belachelijk snel. Echt iets van sub 4 tellen naar de 100. Bizar. 630 pk of zo, toch? Ja, en sneller dan een XM. So. Citroën? Ja, dan een V6 XF. Wauw, knap. Zelfs met die Maserati motor. XM. Dat is toch een XM? SM. SM. Oh, okay. Anyway. Ja. Helaas. En dan maken we er een X6 van. Dus dan maken we een X5 minder praktisch. Minder mooi. Minder mooi ook. Ja. Dank je. Ik wilde niks meer zeggen, want anders krijg ik weer de toespitsing dat het alleen maar mijn mening is. Maar nee, ik mag dit. Ik je kan mag dit dat gewoon zeggen. Doen. Ja, ja, oké. Okay. Ja, ik heb er dus vind best, ik heb er best vaak in gereden. En het stuurgedrag, het rijdt... BMW heeft... Het was de bedoeling dat het ook echt zou rijden als een sportieve auto. Nou, dat matcht totaal niet, want het is een auto van bijna 2500 kilo. Het stuurgedrag is reetrap. Het gasrespons is heel rap. Hij staat op 21 of 22 inch wielen. Dus het rijcomfort is ver te zoeken. Ja. Ja, ik ben het wel met je eens. Het voegt niet zo heel veel toe. Maar ik snap dat er een doelgroep voor is die het wel gaaf vindt. Hetzelfde is dat er een doelgroep is voor de XM. Zijn wij die doelgroep? Nee. Is het een slechte auto? Ja. Nee. Is het een lelijke auto? Ja, het is gewoon het is wel goed gebouwd. Het zit goed in elkaar allemaal. Nee. Oh ja, dat valt, dat valt ook waar ik even tegen. Mijn mond moet houden. Ja, nee, dat valt ook tegen. Ik heb daar een en ander nu van gezien. Mm-hmm. Het kan goed in elkaar zitten. Het kan goed in elkaar zitten. Ja. Maar er is, wat jij zegt, er zijn zoveel andere alternatieven die zoveel meer toevoegen. Ja, het is echt weer een niche van een niche. En ik vind het heel moeilijk om die niche te begrijpen. Mm-hmm. Ook die stoelen, die zaten ook voor geen meter, omdat ik constant werd geknuffeld door die bolsters. Terwijl je wil gewoon een comfortabele SUV hebben. Ja, precies. Maar wat vinden we? Ja. Ja. Wat vinden we kutter? Een X6M Competition of een G63 AMG? Ik ga wel voor die X6. Ja. Die is kutter, hè? Ja. Die G63 heeft een bepaalde presence die ik wel begrijp. Ja, ik ook wel. Maar inmiddels wel. Ik heb het idee dat 50% van de G63 AMG's die in Nederland verkocht worden gebruikt wordt als huurauto voor bruiloft. Ja. Ja, maar heeft dus wel een bestemming. Die tuteren door de straten. Met een RS Q7 erachteraan inderdaad. Ja. Dat jammer scheetjes laten. Ja. Duitse kentekens. Ja. Maar okay, dus jij hebt hem vooral gekozen omdat hij overbodig is. Ja, hij is gewoon zwaar overbodig en mensen die zijn er zo patserig mee. Mm. En dat vind ik soort van heel tegenstrijdig. Dan heb je ergens ook wel een beetje met die... G-Wagons, het is dat patserige, zeg maar de G-Wagon kan ik nog een soort van... Die heeft nog wel een soort van jeu. Ja. Maar zo'n X6, dat verliest echt gewoon al het begrip. Dus het zijn van die mensen die geven dan tussen in een 30 kilometer zone tussen twee drempels heel veel gas. Ja, precies. Dat is wel heel erg gehoord worden en dan vervolgens... Dus is eigenlijk ook weer geen auto waar je vol gas mee over een drempel heen kan vliegen. Nee. Dit is nog steeds wel onze mening en ik begrijp wat je zegt. Alleen politiek correct hier, Robbie. Nu moet ik nog steeds politiek correct blijven. Als jij niet een gigantische auto-nerd bent en je ziet zo'n apparaat voor de eerste keer op 22 inch wielen. Ja, dan ben je wel onder de indruk. Zwart met zo'n grill die licht geeft en het start. Er komt een helse kabaal uit en denk je, wow, wat is dit, gaaf. Alle carspotters die houden van je. Ja. Ja, dus ik denk inderdaad dat het die doelgroep is van tussen de 5 en de 15 jaar ongeveer. Ja. Het geeft licht, het maakt veel herrie. Ja, inderdaad. Het is groot. Uit. Eigenlijk een premature ejaculatie op wielen. Wauw! Wow. Damn. Ja. Okay, dus eigenlijk is de auto is niet alleen rijdende rommel, de mensen die erin rijden ook.
Jouw woorden, ja. Schoonpapa, love you. Oh, ik shit. Heb dit niet gezegd. Ja. Onterf me niet, alsjeblieft. Mij wel. Nee, maar mooi, mooi, heel mooi. Ja. We hebben nu een M5-competition. Nou, Paul, zullen we dan maar door naar wat jij rijdende rommel vindt? Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja. Want je bent de hele tijd, ben je het, zeg maar, net niet helemaal met ons eens. Een beetje opinionated. Nou, ik heb iets gekozen. Dat zullen jullie vaak ook wel hebben. Dat je de vraag krijgt van vrienden of familie of kennissen. Van, hey, ik ben op zoek naar een auto. Wat zou je mij aanraden? Yeah. Polo Blue Motion. All day, every day. Yeah. Ja. Ik heb nu een auto gekozen die ik nooit zal aanraden aan vrienden, familie of kennissen. Want het is gewoon echt rommel. Een Opel Astra. Ik kan er ook echt boos over worden. Oh, we hebben je nog gaat een, al het gras alvast voor zijn voeten opmaaien. Ik probeer altijd een beetje te raden. Alsof, voel ik dit goed aan? Ik heb de auto gekozen waar ik ook zelf ervaring mee heb. Ik ben gestrand met deze auto in 2014. En het is een samenwerking tussen twee grote OEM's. En dan hebben we het over PSA en BMW. Oh. En misschien voelen jullie hem al een klein beetje aankomen. We hebben het over de 1.6 THP motor. Mm. Oh, ongeacht waarin die zit. Nou, ik wil hem graag combineren met de Peugeot 508. Zit hij in de 508? Ook in gezeten, joh? Maar dat is echt een hele grote auto. Ja. Ja. Maar de luisteraars van Youngtimers, de podcast, die weten misschien dat ik ook best wel boos word van wat Peugeot tegenwoordig is. Oh, ja, nou, die grote stationwagen is best wel mooi, toch? Ja. Jij vindt het de 509? Het is een nietszeggende blob. Ach, nee. De Fransen waren goed in, vooral Peugeot, in betrouwbare, grote, maar ook sportieve auto's bouwen. De 406 Breck bijvoorbeeld, waar we het over hebben gehad, samen met Leontien. Breck? Breck, ja, het is Frans. Het is Breck. Ja, en het is afgeleid van het Nederlands woord brik, wat eigenlijk vroeger een koetsje was. Wauw. Weer wat geleerd, hè? Ja, interessant. The more you know. En daarna... Ik kan hier ook nuttige informatie in stoppen, hè? Maar... En daarna kwamen ze met de 407. Met die gigantische bek, overhang. Die gigantische overhang. Mm-hmm. En nou, de kwaliteit was ver te zoeken. Dat was toch ook de SW waar zeg maar, de kofferbak zeg maar, op de meest spontane punten zo plop. Zo. Ja. Ik heb snel weer eens een kofferbak open gehad. Ja. Zal ik daar nog een grappig verhaal over vertellen? Ik heb een keer stage gelopen. En die zendtijd in van Paul. Ja, zeker. Ja, nee, ga vooral door. Ik schenk even wat in. Die man, mijn stagebegeleider, die was zo'n groot fan van de Peugeot 407. Dat hij helemaal zijn droomauto al had samengesteld. Hij wilde er een driftauto van maken. Met voorwielaandrijving. Met een K-schaaf spoiler, met een JDM-stijl bumpers en alles. Waarom? Heeft hij te veel taxi gekeken? Ik denk het. Ja. Daar hebben ze de 407 nog gebruikt, hè? In taxi 3 volgens mij. Echt? Ja. Oh ja, in de remake. Ik dacht alleen de 406. Oh, dat is weer een lekker instaan momentje. Kan ik weer rippen. Mooi. Maar goed, ga verder. Dat was je verhaal? Okay. Dat is mijn verhaal. Ik kon heel erg boos worden over Peugeot na 2000. Dus we hebben de 407 gehad. Daarna gaan we naar de 508. Hmm. En toen probeerden ze met iets... Ja. Te komen. Ja, dat is inderdaad niet de meest fraaie sedan. Nee. Ja, maar ook de Breck niet. Nee. Het blinkt in niks uit. Maar het allerergste is nog, dat is de moraal van het verhaal, die verschrikkelijke motor. Want dan hebben we twee grote OEM's, dan hebben we de Duitsers, BMW en PSA. Nou, die kunnen wel wat, hè? Die spelen het spelletje al wat langer. Dan komen ze met een blok wat zo rampzalig slecht is. Ja. Ja. Dat is, en waar zoveel mensen... Of nou in een mini zit of in een RCZ, of maakt RCZ niet uit. Inderdaad, ja. Zoveel mensen hebben er last van gehad. En wat er gebeurt is ketting aangedreven, die ketting die wordt slapper. Dus er is totaal geen synergie meer op een gegeven moment qua verbranding. Dus de hoeveelheid kool en narigheid, dat gaat ophopen in de motor. En je check engine light gaat branden. Olieverbruik. Olieverbruik. Mm-hmm. We praten hier over 4 liter per 1000 kilometer. Ah, ja. Herkenbaar. In 2014 zijn we met de zaak op wintersport gegaan. En ik reed samen met een collega in een 508 Breck. En op de terugweg hadden we dus dit probleem. We zijn gestrand in Würzburg. Was het een demo of zo? Of? Nee, dat was een. Nee, toen werkte ik niet in de automotor. Ah, oké. Okay. Het was gewoon een leaseauto. Mm. En we hebben er 6 uur over gedaan om vervolgens thuis te komen.
Dus dat heeft me heel erg kwaad gemaakt. En toen ging ik onderzoek doen naar dat blok en waarom dat was gebeurd. En ja, schijnbaar hadden heel veel mensen daar last van. Mm-hmm. En heel veel is ook onder garantie gefixt. Volgens mij alles vanaf 2012 of zo. Dan pas. Dat is een stuk beter geworden. Ja, was het nou dat die kettinggeleiders afbrokkelen? Of nou, zo, nee, of zoiets? Nee, nee. Dat of is die weer ketting zelf rekt. Dat is weer de nieuwste clusterfuck van, ah, van Stellantis. Ja, want die vakkers die hebben dus een 1.2 blok uitgebracht. Die ja, in de cactus ligt en hoe heet die rommel allemaal? De 208. De vetplant, de aloe vera. Ja. Zit er. En die distributieketting die is nat, dus die zit constant in de olie. Dus al die plasticjes die in die ketting zitten, die, oh, die brokkelen af. Ja, en die gaan in het blok dansen. Ja, hoe verzin je het? Dat is de volgende clusterfuck. Hey. Dus er zijn heel veel modificaties om dat THP-blok wel goed te laten functioneren. Maar ik herhaal mezelf, BMW en PSA, die gaan de handen ineens slaan en die gaan een soort van evergreen maken qua motor. En die gaat dan zo daarmee de mist in. Ik kan dat niet begrijpen. Nee. Ik vind het ook apart dat zeg maar die twee autowerelden samenkomen en samen bedenken, oh, we moeten samen een blok maken. Want heeft Renault dat ook niet een keertje met Mercedes gedaan? Of zo? Nou, die zijn de alliantie aangegaan met de Kangoo auto's. Ja. Met Smart bijvoorbeeld, de Kangoo. En Mercedes had de, hoe heet zo'n apparaat? Vaneo. Ja, dat is de Vaneo. Ja. Is dat Vaneo? Ja. Ja, ik weet niet. Dat is toch dat hele smalle kekker Mercedesje van... Ja, Vaneo is een soort van busje op de A-klasse basis. Ja, maar die is leuk. Nou goed, we dwalen af. nou, maar BMW en Toyota met de Supra, dat vind ik wel bijvoorbeeld ook goed. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Goed. Ja, maar heb je twee goede autolanden bij elkaar gestopt. Ja. Kijk, en ik moet niet lullen, want ik rij een Lancia Gamma. Dus als je die op full lock zet, als die net gestart is, dan kan de distributieriem een tandje verspringen en dan zet je blok naar de. Dus wow. Ja, het is lekker voor rechtuit rijden, die auto. Ja. Maar hier praten we over gewoon een bread and butter auto die je familie van A naar B moet verplaatsen. Anno, wat was het? 2009 of zo, dat ding is uitgekomen. Wat waarschijnlijk goed paste binnen de menigeen budget qua leaseauto. Ja. Dus reden er best wel veel van. Ja, en ook echt zo'n downsize blok. Hè? Ja. Mensen dachten, oké, we moeten zuiniger gaan rijden. Oh, ja. En dan nemen we een klasse A-auto, A-label, zeg maar. Ja. Dus als we het echt over rommel hebben, rotzooi, ja, dan vind ik het wel in die categorie passen. En zou ik bijvoorbeeld ook nooit zo'n auto aanraden. Nee, dit is voor mij een reden om bijvoorbeeld de Peugeot RCZ vind ik echt een hele gave auto om te zien. Ik zou hem nooit kopen hierom. Nee, maar die is ook met een diesel geleverd. Ja, twee liter. Ja. Verschrikkelijk, maar die is wel betrouwbaar. Ja, diesel maar ja, in een sportcoupé. Ja. Nou, daar heeft de Volkswagen groep ook een handje van, hoor. De Audi TT. Is die in diesel geleverd? Ja hoor, ja. Wij sturen heel vaak marktplaatsadvertenties naar elkaar door. Doen jullie waarschijnlijk ook? Ja. Nooit. Nee. Nou, dat kun je dus doen. Oh, een deelknopje zit er. Wow. Er is onlangs in Nederland afgelopen jaar een Audi 80 Cabrio 1.9 TDI geïmporteerd en op kenteken gezet. Dat hoorde ik niet. In de podcast groene. Ja. Wat moet luister je onze podcast? Wel eens. Ja, wat moet je in vredesnaam met een 1.9 TDI in je Audi 80 Cabrio? Je mag dus nergens meer heen. Ja, je kan je stad niet in. Nee. Nee. Nou ja, wat? Misschien voor onderdelen. Puur voor de langlevigheid van dat blok. Want dat blok is wel onverwoestbaar. Voor de body en dan motorswap. De TDI is een hele stabiele motor. Het laatste wat ik wil, als ik mijn kap open heb. Ja, helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Het is compleet de verkeerde motor die je ook maar wil horen of ruiken. Ja. En dat je wegrijdt bij een tolpoortje in Frankrijk, dat je zo'n roetwalm erachter. Ja, inderdaad. Oh, jemig. Schat, mijn vliezen zijn gebruikt. Wacht, ik moet eerst even voorbranden. Ja, oh, maar ik begrijp de frustratie helemaal. Ik begrijp het zelfs als het niet alleen over dat motorblok ging. Want die auto zelf is ook gewoon niks zeggen. Is een niet zeggen dat middenconsole, die middenconsole, dat middenconsole van die auto is verschrikkelijk. De hoeveelheid knopjes en... Dat was nog in de periode dat er nog net geen touchscreen nee, is. Nee, het is echt verschrikkelijk. Jij zit echt te kijken van, waar hebben we het over? Er zit ook wel zo'n numpad, nee, toch? Ik heb een keer met zo'n auto gereden, toen ik stage liep. En mijn collega die had zo'n ding. En toen reed ik met hem mee naar, weet ik veel, waar we heen gingen. En daar zat dan zo'n 3-inch infotainment schermpje met waar iets van navigatie in zat. Plus een hele hoop knopjes daaronder. Mm-hmm. Die
werkelijk waar, nou ja, je had een hele studie nodig om te begrijpen wat dat überhaupt deed. Ja. En het was echt traag en sloom. En ja, nee, ik werd er ook heel ongelukkig in. Ja. Goeie keus dus. Iedereen is het mee eens. Ja. Dankjewel. Nou, daar blijft er nog maar één over. Ja, ik heb ook heel veel auto's de revue laten passeren in mijn hoofd. Ik wilde gaan voor een auto waar ik ervaring mee heb. Want ik kan wel zeggen dat een, weet ik veel, Renault Espace kut is. Maar ik heb nog nooit in een Renault Espace gereden. Ik heb wel eens 245 km per uur in een Espace gereden. Dat vind ik best wel knap. Ja. Een 2 liter turbo is trouwens best kut. Ik vind het knap. Dat was een 3,5 liter. Dat was een 3,5 liter, ja. Oh. dat is echt wel dik. Dat is best wel vet. Ja. Die is fantastisch. Net als de Charan met de VR6, dat is ook best wel lachen. Ja. Dat verwacht je niet. Nee. Maar goed. Die heb ik niet gekozen. Om er mijn top 3 te noemen, Opel Adam. Ja. Want een vriend van mij had dat als vervangende auto voor zijn leaseauto. Dat was verschrikkelijk. Ik heb nog nooit in mijn leven in zo'n slome, saaie auto gereden. Terwijl die er van buiten wel heel leuk en sportief en quirky uitziet. Ja, een goede kleur heeft en een goede wielen. Ja. Ja, maar nee, vreselijk. Plek 2 was voor mij de Toyota Aygo. Die heeft hij ook een keer als leenautootje gehad. En dat plastic, alles, als je goedkoop plastic in je hoofd hebt, haal daar nog meer lagen vanaf. Als je die deur dicht doet ook, dat is echt de koekblik. Ik ben ook helemaal geen fan van die citybugs, want er rijden ook alleen maar mensen in die niks met auto's hebben. Ja. Dus je ziet ze altijd met lekker schokdempers. Inderdaad. Beslagen ruiten. Ja, het is allemaal zo'n ellende. Maar er is het wel. Het is wel weer een auto die voor heel veel mensen het van A naar B gaan mogelijk maakt. Het is wel slim gebouwd op zich. Maar daar is hij op gebouwd. Zo'n Opel Adam, dat is eigenlijk net als de BMW X6, zo'n auto die nergens toe doet. Ja, ik denk dat ze gewoon een Fiat 500-stijl auto willen namaken en daar een graantje van mee willen. Een beetje retro-vibes. Maar ze hebben geen retro-imago in die auto. Nee, dat moet je ook niet in Opel overlaten. Nee, dat is waar. Dat is waar. En het mooie was, nadat die vriend van mij die Aygo had als leenauto en vond het allebei vreselijk, kocht een van zijn vrienden er eentje nieuw. Toen dachten we al, waarom zou je zo'n auto nieuw kopen? Spontaan uit de vrienden. Heeft hij iets met auto's? Nee. Nee, nou, tadaa. Bingo. Ja, heb je het al. Ja. Maar, en dan is het toch een prima auto? Misschien. Je hebt 23 jaar garantie. Het gaat niet stuk. Misschien nog zelfs een garantie. Zet je remblokken voor 2,50, denk dat ik. Is, ja, dat is waar. Je wil een auto, je wil van A naar B komen. Ja, boom, Aygo. Volgens mij was hij nieuw toen 9000 nog wat euro. Als mensen aan me vragen, wat voor soort auto moet ik kopen? Ik ben op zoek naar een kleine auto. Dan ga ik alleen maar over Japanse auto's nadenken. Zeg ik Suzuki Swift, Aygo, Yaris. Ja, maar een Panda dan? Nee, doe maar gewoon een Yaris. Yaris, maar je zegt dus wel Suzuki Swift en een Yaris. Dat zijn echt wel andere klasse auto's dan een Aygo, vind ik. Vind ik ook. Ja, de Aygo is nog kleiner. En likkeriger. En het gevoel dat, zeg maar, als je er maar met één deukje tegenaan zit. De Deux Chevaux van nu. De Deux Chevaux had nog een beetje joie de vivre. Yeah. Dat heeft een, apart van los van de status ben ik het met je eens. De Deux Chevaux heeft nog wel een beetje status. Ja. Aygo, nee. Als je een Deux Chevaux op de schroothoop ziet staan, dan denk je, zonde. Als je een Aygo op de schroothoop ziet staan, dan denk je, daar hoor ik nog even voor je. Koffie halen. Ja, precies. Ja. Nu is het zo dat ik echt een scheidhekel heb aan 2CV's. Oké. Ik vind het echt verschrikkelijke auto's. Waarom? Net als de Kever. De Kever. Uitgespeeld. Nee, maar dat is mijn mening. Die andere was een feit. Ja. De 1.6 THP is gewoon een verschrikkelijk kloteblok. Dat is wel waar, dat kan je wel bewijzen. Ja. Ja. Maar dan is die Wagon R Plus van mij is ook een feit. Nee. Dat hij onveilig is. Ja. Dat hij krap is. Dat hij slecht is. Hij is niet slecht. Nee, dat heb je erbij verzonnen. Nee, heb ik niet bij verzonnen. Ik heb ze wel. De voorraad bekeken en de rijervaringen. En ze krijgen echt lage waardering. Het zijn allemaal niet dat ze worden helemaal agressief, jongens. Ga snel door, Julian. Oké, mijn nummer 1. Mijn nummer 1 is de Range Rover Sport. Ik dacht dat je de Adam had gekozen. Nee. Nee, dat was aan het aftellen. Dat is de top 3. Adam 3, Aygo 2, Range Rover Sport 1. En ik heb altijd een Range Rover Sport wel leuk gevonden. Het ziet er leuk uit. Het is sportief. Ja, liever een normale Range Rover. Dus waarom de sport al bestaat, weet ik niet echt. Ik heb er 1 keer in gereden in mijn chauffeurtijd. Ik ben ook studentenchauffeur geweest, net als jij. Ik ook. Oh, nice. En volgens mij heb ik dit verhaal zoals verteld tijdens de podcast. Geef niet 3 seizoenen geleden. Ja, joh, niemand weet dat verhaal, want niemand luisterde toen.
Ik moest een meneer ophalen bij de golfclub in zijn Range Rover Sport. En het reed comfortabel, maar het enige wat je hoorde constant waren de banden. Dat is het enige. Dat ding heeft een V8 liggen. Het is een sport. En het enige wat je hoort is... Gekupte offroad banden. Vreselijk. Ja. En wat gaat het stuk, hè? Ja. Het is niet betrouwbaar. Het is niet sportief, maar het is ook niet comfortabel. Het is niet snel, maar ook niet langzaam en geriefelijk om in te rijden. Het is rijdende rommel. Het is de XSM van Lalet. Ja. Eigenlijk wel. En het is ook een Range Rover op basis van de Discovery, volgens ja, mij. Klopt. Ja, klopt. Dus het is een kleine Range Rover. Ja. Die niet styling van is. Een iets grotere, maar dan weer een soort compromis. Beetje gekropt. Ja. Het is een alles van niks auto eigenlijk. Wat vind je van de nieuwe Range Rover Sport dan? Liever ook de normale Range Rover. Want die vind ik wel weer smooth en alles maar. En de nieuwe Discovery trouwens, die zag ik vergeet elke keer dat ding bestaat. Ja, elke keer als ik hem zie, denk ik, wat is dit? Ik vind hem moeilijk. Het is helemaal niks. Ja, de moeilijk. Sport of de normale disco? Nee, de normale disco. Ja. Heel erg Brits, denk ik. Nou ja, in Engeland zie je ze ook heel veel rondrijden. Ja, dat is niet mijn ding. Dit is niet echt een auto voor hier. Maar daarvoor zijn veel mooiere alternatieven. Ja, denk ik. 100%. Zeker voor dat geld. Ja. Ik had op mijn lijst had ik ook een Range Rover nog bijna erop gezet. En dat was de Evoque Cabrio. Oh, ja. Goeie. Ook zo'n gevalletje van wie is je doelgroep. En die gaan ook zo stuk. Ja, de doelgroep. Ja, want de Evoque Cabrio is de T-Rock Cabrio rijder. Oh, alleen met maar dan meer met meer geld. Ja, precies. Die was er inderdaad ook bij, Dat is overigens de meest verkochte cabrio van Europa, hè? De T-Rock. Wat? Serieus, joh. Het is niet de meest verkochte SUV cabrio van Europa. Nee, er zijn maar twee. De meest verkochte cabrio. Er zijn ook bijna geen cabrio's meer. Maar je zou verwachten de Mini Cabrio. Ja, 6x5. Volgens mij was de Mini Cabrio alweer uit productie. Ja, dat is, ze hebben die elektrische nog gebouwd en daarna zijn ze gestopt, volgens mij. Ja, dat zou kunnen. Maar ze zijn echt verschrikkelijk. En volgens mij zijn het dus ook echt van die auto's voor mensen met een vakantiehuis in Spanje. Ja. En die kopen daar een trok Cabrio. Ja, een trok. Dat is nou mis met een vakantiehuis in Spanje. En hebben ze... Ja, maar gewoon, het zijn van die mensen die gaan dan daar... Potverdomme willen dat je een vakantiehuis in Spanje hebt. Ik vind Spanje echt helemaal niet leuk. Maar we hebben het niet over auto of vakantielanden, we hebben over slechte auto's. Ja, nee, maar sorry, ik heb echt zo'n auto van mensen daar en dan gaan ze dan, zijn ze net iets te bruin en dan gaan ze ergens rosé drinken. En dan gaan ze met z'n vieren in de T-Roc Cabrio of in de Evoque Cabrio, gaan ze daar naartoe. Ja. Maar die Evoque is dan zeg maar, dan hebben ze al de Range Rover sporters op de oprit staan. En voor zijn vrouw komen. Ja, daar zat ik net aan te denken inderdaad. Ja, Evoque Cabrio. Ja. Maar laten we dan allemaal even onze nummer 2 benoemen. Dat is een goeie. Ja, ik had een Lancia Flavia. Oh ja, de nieuwe cabrio. Die nieuwe cabrio, op basis van een Chrysler Sebring. Ja, ugh. Ja. Oh, die is inderdaad verschrikkelijk. Ik kon ook eigenlijk niet kiezen tussen die twee. De Chevrolet Spark of de Daewoo Matisse. Oh. Goeie. Allebei drama. Ja. Ja. In elk opzicht. Die Daewoo Matisse... Nu komt het hoor. Komt het hoor. Actually, dat die ontworpen is door de Italianen. Door Ital Design. Echt waar? Ja, en dat zou een nieuwe Cinquecento worden. Ja. Wow. Ja. En toen hebben de Koreanen dat ontwerp overgekocht. En dat zou dan een driedeurs autootje worden. Die witte concept met die gele wielen. Ja. En met een soort Targa-achtig systeem. En dat is later de Matisse geworden. Wow. Dus het had heel cool kunnen zijn. Het had heel cool. Ja, als er een ander logo op zat. Ital Design, kom op. Dat is wel vette shit. Die maken wel bijzondere creaties. Zeker. Maar deze is bijzonder slecht uitgevoerd. Ja. Uiteindelijk. Ja. Voor de massa. Ja, Lennart. Nou, die weet je. De Evoque. En de Evoque Cabrio. Ik moet me eigenlijk ook... Ik had niks in mijn hoofd, maar ik sluit me nu aan bij de SUV Cabrio's. Maar waar ik zelf nog aan denk nu, is de Audi Q4 e-tron Sportback. Ja. Of e-tron Q4 Sportback. In ieder geval zeg maar de ID3 of 4, maar dan met een schuine aflopende kont. Die heeft trommelremmen achter. Wat? Ja. 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 Ja, dat komt door de regeneratieve remmen van elektrische auto's. Die hebben maar de I3 heeft zo ook schijfremmen achter. Kan gewoon. Echt? Nee. Nee, volgens mij niet. Gaan we zo even kijken. Gaan we zo kijken. Staat hij voor de deur. Precies.
De ID3. Dat dacht ik ook. Nee. De ID3, nee, dat is allemaal hetzelfde. Ja, hetzelfde laken en pak. Nee, precies. Ja, ik vind het echt verschrikkelijk. Zo'n elektrische. Het is ook een elektrische bob eigenlijk. Moeten we het dan niet gewoon überhaupt hebben over die SUV-coupés? Is dat niet gewoon het categorie van ja. Ja, zo'n GLC, dat is ook niet mooi, hè? Nee. Sowieso, die hele SUV-revolutie is gewoon. Het verpest echt het. Dit is een hele aflevering aan zich als we daarover gaan hebben. De dood van de MPV's voor de rise of the SUV's. Nou, oké. Ja. Dan nog één ding daarbij. Volvo komt dus met de nieuwe, wat is het? EX90. Ja, dat is een leuk ding. Holy shit, hè? Je bedoelt die bus? Een clone van Volvo. Dat ze die niet naar Europa brengen, is echt een gemiste kans. Ik heb hem nog niet goed bekeken. Net als de Hyundai Staria. Ja, die is gaaf. Ja. Die is heel gaaf. Echt een gave bus. Waanzinnig ding. Nou, dit is, je hebt van Zeker de 009 of zoiets. Ja. Daar hebben ze een Volvo-neus op geplakt. Ja. Oh, de Zeker. Oh, dat, ja. De Zeker, ja. Ja, dat is trouwens raar. Ze hebben dat Polestar, Zeker. Ja. Volvo. Geely. Allemaal van Geely. Maar ze eigenlijk al zien allemaal Lotus een beetje hetzelfde. Ja, nee, dat havermelkmerk. Weet je nou? Link & Co. Ja, die. Ja. Nou. Maar die is bijzonder goed gelukt. Dat zeg je nou, de Link & Co? Nee. Die EX90. Als die EX90... Nee. Okay. Helemaal gelijk. Maar als die EX90 hier op de markt zou komen, dan zou dat serieus een opvolger zijn voor onze XC90. Ik denk dat hij niet zou verkopen. Fantastisch ding. Ik denk niet dat hij hier zou verkopen. Nee, ik denk het ook niet. Maar ik zou er eentje aan nemen. Nou, we moeten trouwens afronden. Maar hoe weinig auto's er zijn met 7 zitplaatsen. Terwijl er zijn genoeg gezinnen met plus 2 kinderen die hun kroost kwijt moeten. Ik daar zie je een jogger. Ja, dat is meer voor Polen. Seizoensarbeiders. Nee, want wij hebben dus een XC90 en wij zochten een grote SUV plug-in, het liefst met 7 zitplaatsen. Dat zijn er weinig. Die zijn er heel weinig. Ja. Die in ieder geval ook binnen ons budget pasten, maar we zijn dus. Je hebt mama, papa, of tegenwoordig mama, papa, 2023, kan allemaal. Je hebt 2 kinderen en je wil je ouders nog meenemen of je schoonouders. Precies. Of je hond. Of je hond. Hoe dan? Ja. Een Hongshi nemen. Twee auto's. Een Hongshi. Een Hongshi. Ja. Dat is ook een apparaat, zeg. In een heel duur segment. Maar die zijn klein van binnen. Ja, de Hongshis? Ja, die zijn heel klein. Maar die zijn van buiten. Ja. Dat is een soort van flatgebouw. Ja, prachtig van buiten. Van binnen heel klein. Ah. Heel gebouwd voor Chinezen. En Chinezen zijn klein. Ja, nou op zich de beenruimte en zo zit nog goed. Maar hij is heel smal. Oh. En de kofferruimte is echt... Nou, maar wat zit er in die deuren dan? Afluisterapparatuur. Allemaal wij. Nee, de middentunnel is heel breed. Dus dat maakt het al lastig. Oh, dus nou, zitten er waarschijnlijk delen van de accu in of zo. Ja, dat denk ik. En achterin, nou, daar kan je net 2 verhuisdozen, denk ik, kwijt in de kofferklep. Die mag je ook niet, nee. Een armhoe. Maar we moeten inderdaad afronden. Ja, we moeten afronden. Nou, leuk dit. Ik hoop dat het niet te chaotisch overkwam. Via de speakers van je radio of waar je dit dan ook beluistert. Ik denk dat het wel meevalt. Ik hoop dat er wat van te maken is dat je het microfoontje achter ze voor had. Dat hoop ik ook. We gaan het in de edit merken. Pluggen jullie nog even jullie podcast voor onze luisteraars? Ja. Waar vinden we jullie? Michael, jij mag me zo aanvullen, maar ik begin alvast. Oh, jij begint. Wij maken een podcast. Wat gebeurt hier? Ik denk dat de buurman thuis komt. Hallo Kevin. Welkom bij onze podcast studio. Ik zit hier middenin met pitch mensen. Ja. Nee, wij maken een podcast van auto's waar we mee zijn opgegroeid. Dus ja, voornamelijk jaren 90, begin 2000. En nu eindelijk auto's kunnen kopen dus. En die we nu eindelijk kunnen kopen. Ja. We hebben heel veel nerdige feitjes voor je. We zitten op hetzelfde niveau qua kennis. En we vinden het leuk om evenementen te organiseren. We hebben een evenement dat heet Kannetjes en Karretjes. Ja, 2 à 3 keer per jaar. Binnenkort gaan wij het volgende evenement gaan we releasen, of hoe zeg je dat? Is dat al op het moment dat deze uitkomt? Mag je er al wat over zeggen? Wij gaan dat begin van 2024 communiceren. Ja. Oeh. Wereldkundig maken. Spannend. Nou, als het net zo leuk wordt als de laatste keer, dan zijn wij zeker van de partij. 100%. Lijkt me sowieso was echt leuk. Ja, het wordt een wintereditie, dus het is meer een soort van bring your daily achtig event. Ja. Komt helemaal goed. Heb je nog iets aan te vullen, Michael? Nou ja, check ons op youngtimersthepodcast.nl, op Spotify, op onze socials. Social, eigenlijk. We maken ook playlists. Instagram. Ja, voor tijdens het rijden. Oh, dat is leuk. Ja, ook op Spotify.
Dus dat. Ik heb niet zo heel veel meer toe te voegen. Ik ben voor onze luisteraars, jullie moeten nu... Ja, er wordt naar mij gekeken, dus ik zal ja, het woord nemen. Je zit in midden, mijn ogen die staan gewoon één kant op. We dit niet in het begin moeten doen trouwens. Maar ja, nou, maar dat kunnen we altijd... Zo lang hebben volgehouden, dan mogen we zo ook nog wel een keertje naar een andere podcast. Of tenminste naar wat extra afleveringen sturen. We zetten wel wat in beeld bij ons. Wij zijn dus van Powerslide, de Powerslide podcast. En je vindt ons op pwrslide.nl of op Instagram op... pwrslide_nl. En wij vertellen vooral verhalen over onze droomauto's, onze auto's en... bijzondere verhalen van gasten. Ja. Die zetten we ook nog wel eens op de foto, maken er nog wel eens een videootje van. En het is gewoon passie. Passie delen, dat is het allerleukste. Leuk. En wij zijn iets minder, ons kennisniveau ligt denk ik wat minder hoog dan die van jullie. Bij ons is het... Ja, eigenlijk gewoon vanuit onze passie en vanuit onze emotie vertellen over van alles en het moet vooral niet te serieus zijn. Dat random bullshit. Ja. Onze slogan is, jouw brandstof om van A naar B te komen. En nou ja, daar that's what we live by. Wow, mooi. Ja, on that bombshell. Was dit de collaboratie tussen de Young Timers, de podcast en de Powerslide podcast. Ja, bedankt voor het luisteren. Ik vond het heel erg leuk. Bedankt dat jullie ook naar ons hebben geluisterd en dat we naar jullie mochten luisteren. En bedankt dat jullie hierheen zijn gekomen. Ja, zeker. Heel erg leuk. Verwelkomen. Was echt onwijs leuk, jongens. Ja. Nou, groetjes dan maar. Fijne avond en wel thuis. Doei. Tot de volgende.